Hallo allemaal, daar zijn we weer. Oei, 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 oei. Welke vlog zijn we eigenlijk? Welke vlog zijn we eigenlijk? Gisteren was 5, toch? 5. Is dit 5 of 6? Volgens mij was gisteren bij Amsterdam 5. Ja, dus dit is 6. Welkom bij vlog 6. Hallo. Nou, we gaan in dit vlogje een klein voortuintje doen. Maar wel met heel veel hoogteverschil. Dus het wordt wel even bouwen en puzzelen om dat mooi op te kunnen vangen. Dus we moeten een trapje maken en een oprit. Het moet wel allemaal stevig genoeg zijn natuurlijk. Dus gaan we even laten zien aan jullie. We zijn al flink aan het graven geweest. Het is in Almere Haven. En onder de fundering spoelt al het zand weg, want alles zakt in de polders, dus ook onder de fundering. Nou, wat we dan wel eens doen is eventjes een betonplex plaatje erin doen. We hebben ook al wat grond uitgegraven, wat hier lag, waar de oprit moet komen. En er moet natuurlijk wel genoeg zand liggen. Graafmachine Jimmy. Ja, nu word je gefilmd. Nou komt de druk erop. Nee, wat gaat hij doen? Ik moet echt op mijn hoofd hebben, anders heb ik straks een paaltje weghaal. Paaltje? Ja, goed idee. Even op mijn hoofd hebben nu opzetten. Ja, oh ja, even aan. Lesje heeft even een simpel tekeningetje gemaakt. Dit wordt dus het opritje. En dit wordt met trapgewijs gaan we dus omhoog met de hoogtes. Dat wordt wel even dus een werkje. Hier hebben we dus dat betonplex al ingestopt. We gaan dus de oprit bestraten met een opritteugeltje 50-25, 6 dik. En de tegels met een wat dunner tegeltje. Het is dus in Almere Haven. Hè? Almere Haven nou, bestaat al. Hoe lang bestaat Almere Haven? Ik denk 30, 40 jaar. 40 denk ik wel, hè? Nou, dat is een oudste wijk. Ik denk dat het 40 jaar oud is. Het is natuurlijk polder. Ik zal even laten zien wat de polder kan doen met het hoogteverschil. Hier kan je het heel goed zien. Dat is de deur. Nou, dit is gewoon. Ik denk een centimeter of 50, ja, wat het gezakt is. Ik denk dat de oude bestrating nog veel op deze hoogte zat. Dus ik kan je voorstellen hoe het enorm zakt en het blijft nog steeds zakken in Almere. Nou, je ziet hier die lugroostertjes zitten. Het is belangrijk dat je met je tegel in ieder geval niet boven die lugroosters gaat zitten. 10 of 5. Stil! Ga! Google, stil! Nou, ik heb hier de teugel die bij het looppad komt. Een beetje met wat kleurtje erin. En, eigenlijk worden dit gewoon de teugels voor de oprit. Dus 25 en 50 die kant op. Nou, het zijn weer een dagje verder. We konden gisteren niet heel veel doen omdat we geen water en stroom hadden.
En het heeft vannacht lekker gevroren. En het probleem is nu. Gaat niet meer open. Gelukkig hebben we nog een achterklep. Het heeft dus even goed gevroren. Gelukkig wordt het vandaag warm zat, zodat we kunnen werken. Het zal wel even koud worden. Ja. Rustig joh. Wow. Ja, weet niet. Is dat haast? Ja? Hey, maar dit is niet goed voor het milieu. Wat? Zou je motor laten draaien? Ja, maar mijn ramen zijn beslagen. Dan mag ik niet rijden. Nou? Dan zie je niks. Moet je hijgen. Ja, dan is hij nog meer beslagen. Ik heb net even wat PVC gehaald en wat koppelstukjes. Ja. Getroffen. Wat altijd heel belangrijk is met ons werk, is om in de gaten te houden dat de waterafvoeren van de daken, zoals die ook, dat je die goed controleert of die goed er nog in zitten. Want anders doe je je straatwerk en dan heb je alles mooi erin zitten en dan spoelt al je zand weg. Nou, in dit geval waren dus twee pijpen niet meer goed, dus die gaan we even repareren. Nee. Ik moest dus nog een keer rijden, want ik had niet het juiste maatje. Nu wel. Met rubberen ringetjes, dus als alles gaat zakken, dan kan alles lekker mee zakken. Dus we gaan niks verlijmen. Hier dus die schuifmof ertussen gedaan. Dus hier zit die rubberen ring in. Dus als alles gaat zakken, dan kan met het rubber kan nog een beetje, zit nog een beetje speling in. Moet je nou weer een klein stukje eraf halen? Nee. Nou, er wordt weer salaris afgetrokken. 1 cent. 2 cent. Je ziet hier dus een beetje die gevlamde tegel die kant op liggen. Je kan er dus ook voor kiezen om ze soms zo en soms zo te leggen. Sorry mensen, we hebben eigenlijk de oprit al bijna af. We zijn een camera vergeten mee te nemen. Wat wel leuk is, we hebben een nieuw bordje. Ik heb Alessio's verjaardag gegeven. Ja, ja. Professioneel. Man. Zie je dat hoveniers niet? Ongelooflijk. Maar we zijn dus bijna klaar. Ja. En hoe laat is het, Jimmy? Het is, nu is het 4:10. Het is 4:10. Wij gaan nu lekker frietjes eten.
eindelijk pauze. Verdorie. En hamburgers. Want het is vrijdag. Dus dan mag het. Maar dan moet ik me niet thuis vertellen. Nee, dan worden ze boos. Wat zou als je nu aan het doen zijn? Alles is lekker aan het werk. Ja. En wij eten lekker hamburgertjes. Nou, maar smaakt aan het werk. Moet wel naar beneden. Lekker. Wat is mooi? Oh, als je zo kijkt, die projectjes die we hebben toch? Schutting, mooi boompje. Dat is wel leuk. Ja, verder. Volg hier. Echte influencers. Maar als je een echte influencers. Wij hebben al. Staat het? 184 likes. Volgers. Of likes. Veel meestal als je liked, volg je automatisch toch? Geen idee hoe het heet. Dit voortuintje zit erin, met het opritje, dus daar zijn we lekker klaar mee. En het volgende vlogje wat we gaan vloggen is in Amsterdam-Zuid. Kijken we heel erg naar uit, wordt een leuk klusje en dat gaan we aan jullie laten zien voor nu. Ciao! Jarig is een Barbie girl, kijk hem zo vlijen.